Yo, pieps. Ja, het was mij niet zo warm om een huis te versieren. Pah, zo kan het ook. Ja, we beginnen natuurlijk weer met onze lullig tv-spelletje. Raad waar die rijdt. Raad waar die rijdt. Weet jij waar onze fietser bijna overhoop gereden werd? Stuur dan je knechten op kruistocht en win een EHBO-cursus. Inschrijfformulier. Ja, hier staat die bug met de auto's. Kijken wat eruit komt. Zo. Nou. Deze. Drie eieren. Ik heb ze gevonden, lekker op Pasen. Fuck. Hey, paas is leuk, maar wordt gewoon gekookt hier. Dat was helemaal een shit. Wat is dat hier? Ik heb een slakje. Ben je godverdomme die nu? Wat gelul door deze. Wat was de rest? Men en die man. Ja. Kan niet. Nee. Ik moet alles wel zitten, jongens. Nou, ik had nog meer. Hey, denk ze dat het niet opvalt? Nou, ik zal ze maar koffie vatten. Hoi, zit er een fles in? Oeh, nou. Ik zoek nog meer, ik heb nog spek. Spek, man. Ah, kijk toch eens hier. Je zou graag een allemaal appelspek. Schaken. Heb ik alles weer? Kan ik aan de gang? Ik mis mijn boter, jongens. Ik mis mijn boter. Wie helpt de paas aanzoeken? Helpen jullie kleine kindjes doen? Oh nee, is niet voor kinderen. Al je homeboys, help hem. Ja, oké, okay, dat doe ik zelf wel, jongens. Le sucre. Pak eerst een wijntje. En dan, zullen we maar eens verder gaan met pannenkoeken bakken, of niet? Hè? Man, je weet, Pasen draait om het pannenkoeken bakken. Maar, begin gewoon lekker. Bier is bijna op, trouwens. Ik kan nog wel lekker. En een wijntje. Hey! Wat de fuck is dit hier? Een nightmare, man! Vlieg eens op, gek! Quiz, kom! Vlug! Gek! Kom maar eens aan het taart, man! Kijk op, get back, show! Dat had hier! Man! Uit hem, gek! En ik kon niemand zien! Ik kon niemand zien! Een geintje, man! Weg eentje hier! Vlieg eens op, man! Niet fuck met de pa! Die kocht echt gezien, man! Ja, die loopt niet meer. Niet fuck met de pa, Saas, hè? God, man, je man. Ja. Kut! Wacht even. Niet te hard proberen deze. Ik ben wel. Blijf bezig. Kut best. Maar ja, hey. Let in het programma, koopprogramma. Dus. Pannenkoeken. Dan gaan we nou naar de hond van Maurice. Jij nog een paar weken om te peilen.
eens. Die lijsttrekkers zijn met debatteren begonnen. Maar wat een zootje, hè? En dan doet het er niet toe waar je vandaan komt en wat je afkomst is. Dan doet het er toe wat je hier gaat doen. Wat en diegenen die hier bezig zijn en die hier op een goede manier bezig zijn, die stimuleer ik. En diegenen die hier een rotzooi van maken, daar gaan we achteraan. En dat is precies wat ik heb gedaan. Nee, wat u heeft gedaan. Wat u heeft gedaan, meneer Cohen. Dat heeft ook, laat ik even aangeven dat wat heeft u ook heeft bijgedragen gedaan. Aan de veiligheid. De afgelopen heren niet door elkaar. Die kakelen daar als kip zonder kop. Dat is wel anders dan de kippen van de Partij voor de Dieren. Deden hun tijd wel beter. En voor een goed idee gaan we door de strengende rij. Maar, wat doet je mee? Hier ben ik weer, strengende rij van CTSD. En zoals jullie de laatste tijd al gezien hebben, ik heb nog steeds geen goed idee. Oh, misschien is... Dit wel een goed idee. Je weet nooit natuurlijk, hè? Ik bedoel, ik krijg zoveel. H3! Is deze misschien iets? Nou, laat me zien dan. Nou? Start de band. Nou, varende vechter, ga maar lekker naar huis fietsen. Ik kan hier niks mee met deze idee. Ja, en dan gaan we nu naar Pater Pedro. Hij heeft nog iets uit een bierput, jongen. Dag, beminde jongens en meisjes. Hier is jullie pater Pedro weer. Ja, opa Frans had het over een beerput. Maar dat stinkt zo. Ik heb het liever over een doofpot. Daar zit tenminste een deksel op. Maar ja, dan moeten ze wel de deksel erop laten zitten. En niet zoals nu alles aan de grote klok hangen. Over ons heilige misbruik met de kindertjes en zo. Want als ze die doofpot openzetten, nou opa Frans, dan begint het me toch te stinken. Ja, ja, dat is me een hoop smurrie. Daar kan geen bierput tegenop. Dus voortaan hebben we het over de doofput. Afgesproken, tot de volgende week en aanbid mijn kruis. Check ons op www.watnoutv.nl. Ja mensen, dit was het weer. Het is weer voorbij. En het weekend ook. Later.